Veel ouderen willen hun levensverhaal vastleggen. Misschien dat ze daardoor nog op allerlei mogelijke manieren nog ooit over mij praten. Geslacht na geslacht, hè. Welkom bij voor u dan de derde workshop vandaag. Wie schrijft er hier eigenlijk al over zijn leven van mensen? Ik kan op een gegeven moment bij het schrijven ook ineens stoppen, omdat het mij toch heel veel doet van binnen. Het levensverhaal als medicijn in Kruispunt.